En leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag begin ik eindelijk met de allereerste kerstachtige video. Het is niet helemaal kerst. Ik heb nog geen kerstvoorziening op de achtergrond, helaas. Vorige week had ik natuurlijk mijn winterdecor video geüpload. En ik ben er nog steeds heel erg blij mee. En ik ben nog steeds in die wintersfeer. Maar binnenkort komen er natuurlijk allemaal kerstvideo's aan. En mocht je het nog niet weten, in december komen er maar liefst 3 video's per week aan. Dus dat is zeker even het abonneren waard. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. Vandaag heb ik een hele leuke DIY. Een beetje een kringloop DIY. Meer omdat ik één lijstje van de kringloop heb. Maar dat kan je ook gewoon ergens anders vandaan halen natuurlijk. Ik zag namelijk bij de Action hele leuke lijstjes met houten figuurtjes erop. En toen dacht ik, ja, dit is best wel leuk. Alleen het was net niet helemaal mijn stijl. Maar ik dacht, dit kan ik ook makkelijk zelf maken. Die figuurtjes die hadden ze ook los, zeg maar, te koop. En ik dacht, dit is echt de perfecte video, DIY-achtig iets, die ik later kan verwerken in een kerstdecor video. Dus vandaag ga ik dus deze DIY maken en later zie je hem terug in mijn kamer. Ik heb een lijstje gekocht en dit is gewoon oorspronkelijk van de HEMA, maar die zal waarschijnlijk duurder zijn geweest. Ik heb hem nu voor 50 cent volgens mij gekocht in de kringloop. Hij was nog helemaal nieuw. En dit zijn dus die figuurtjes van de Action. Het zijn dus kerstboompjes en ik vond het wel heel erg schattig. Ja, ze hadden deze ook in het wit, maar ik dacht, dat wordt dan wel een beetje dubbel op. Deze is nu nog namelijk houtkleurig, maar deze ga ik wit verven. Ik denk dat het een hele leuke combinatie wordt. En ben je benieuwd wat ik er uiteindelijk van ga maken? Blijf dan vooral verder kijken. Als eerste ga ik dit lijstje verven. Ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. En dat duurt meestal even met drogen. Dus ik zie jullie waarschijnlijk over een paar uur of pas volgend weekend. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat ga ik nu even doen. Ik gebruikte deze spray paint van de Action. Die had ik al eerder gekocht. En het belangrijkste is eigenlijk dat je buiten gaat spuiten. Want het moet goed geventileerd zijn. En dat je even het glas afplakt. En dit is het makkelijkst met schildertape. Oké, het is ondertussen inderdaad weer het volgende weekend. Want ik had toch wat langer nodig om goed te drogen. En het leek me wel verstandig om dat toch te doen. Het lijstje is inmiddels helemaal mooi wit. Ik heb 1 laagje gedaan. Een paar plekjes die ietsje minder zijn, maar op zich. Ik zou het zo niet zien. En we gaan op die plekken ook precies gewoon nog wat dingetjes plakken. En dat ga ik dus met deze dingetjes doen. En ik moet even kijken hoe ik ze ga neerzetten en zo. Dat ga ik nu doen. En daarna ga ik ze met een lijmpistool op lijmen. En vervolgens heb je gewoon een heel erg leuk DIY lijstje. Wat natuurlijk heel erg leuk is voor jezelf, voor je eigen kamer. Maar het is natuurlijk ook heel erg leuk om weg te geven. Bijvoorbeeld als kerstcadeautje. Want ja, niet iedereen heeft gewoon evenveel geld om een cadeautje te geven aan iemand. En op deze manier heb je gewoon serieus voor nog geen 3 euro een heel erg leuk kerstcadeautje. Dus, en dan zit er ook nog een soort persoonlijke verhaal of persoonlijke twist achter. Want je maakt het natuurlijk helemaal zelf. En je kan zelf kiezen hoe je iets gaat maken. Wat bijvoorbeeld ook nog een leuk idee is om de zijkant van die boompjes bijvoorbeeld goud te verven of een leuk kleurtje of iets rood of wat dan ook. Nou heb ik geen gouden verf en vind ik het ook eigenlijk wel mooi om het basic te houden, dus dat ik het ook nog later kan combineren met andere dingen. Maar het is een idee, bijvoorbeeld om de zijkant dan ook te verven. Het is wel ietsje meer werk, maar wel heel erg leuk als idee. Goed, ik ga het er nu op plakken en ik neem je mee. Oké, het is wellicht nog geen kerstvideo, maar ik had gewoon zin in kerstmuziek op de achtergrond. Dus ik heb dat gewoon gedaan. Wat ik nu ga doen is even kijken hoe ik de kerstboompjes neer ga leggen en hoe ik ze ga plakken. Want ik wist nog niet helemaal of ik zeg maar 2 middelgrote erin wilde of 2 kleine of I don't know. Ik heb hier zitten passen en meten en uiteindelijk kwam ik erachter dat het toch het mooiste is om een grote met een kleine te doen en dan aan de andere kant een middelmaat. En deze heb ik vervolgens vastgeplakt. Ik vond het heel erg leuk dat de boompjes een beetje uitstaken en ook over het glas heen gingen en niet precies in het midden zaten. Dus ik heb ze gewoon een beetje willekeurig en speels opgeplakt. En tadaa, dit is dan het resultaat. En ik vind hem echt oprecht gewoon super goed gelukt. Ik vind hem heel erg leuk. Er zitten een paar lijmresten, maar die kan je er heel makkelijk afhalen. Ik heb ze juist een beetje speels neergezet. Niet zo helemaal recht, want dat vond ik eigenlijk niet zo nodig. Ik heb hier een groot boompje geplakt. Een kleine en een middelmaat. Ik vind het uiteindelijk echt super tof geworden. Heel erg leuk lijstje waar je bijvoorbeeld een leuke
gezellige foto in kan doen van jou en je vriendinnen of je familie of je hondje of je kat. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om met mij deze DIY te doen. Van een heel saai fotolijstje hebben we een heel erg tof design gemaakt, vind ik zelf. Ik vind mezelf heel erg tof. Wil je nou meer zien van deze kringloop makeover DIY's? Check dan even de afspeellijst. Daar heb ik alle video's voor je op een rijtje gezet. Die kan je hier vinden, in deze hoek. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En laat even een reactie achter in de comments wat jij graag de volgende keer wil zien in een kringloop makeover. Dan zal ik dat misschien wel eens een keer gaan doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!